te vroeg. Welkom dames en heren, welkom bij dit webinar, noemen wij dat tegenwoordig, van de Vrienden van Kopenhagen. Wij hebben van Wouter geleerd dat jullie nu onder elkaar zijn met een borrelpakket. Daar zal hij dadelijk denk ik nog iets over zeggen. We hadden jullie natuurlijk allemaal graag in een live setting willen zien, maar dat gaat niet, dus we doen dit digitaal, dames en heren. En een paar opmerkingen voordat wij beginnen. Mijn naam is Emiel Aerts. Ik ben uw gastheer voor vanmiddag en ik word daarin bijgestaan door een team artiesten die ik later zal voorstellen, maar ook door een tweetal dames die in de achtergrond ervoor zorgen dat wij een goede verbinding zullen hebben vanmiddag en dat ook dit hele gebeuren op een interactieve manier met elkaar wordt opgezet. En dat zijn Nina Zwartkruis en Laura Niemeyer. Voordat wij aan het programma beginnen, willen wij graag een paar huisregels met u doornemen. En dat zijn de volgende. Die hebben speciaal te maken met het online bij elkaar zijn. Het eerste wat wij u willen vragen, dat heeft met bandbreedte en ook met opnameconstructies te maken, om allemaal uw video uit te zetten. Later zullen wij met elkaar in contact gaan komen en dan worden die video's weer aangezet. Het tweede wat wij u willen vragen is om uw microfoons opnieuw te zetten, zodat de geluiden in uw eigen omgeving daar gewoon door kunnen gaan, maar ons niet storen. Dan is het zo dat wij deze bijeenkomst graag willen opnemen. Daar is overleg over geweest, ook met de organisatie. En dat betekent dat u nu een button in beeld krijgt waar u op mag klikken om uw toestemming te geven. Als u geen toestemming geeft, dan wordt u ook uit de meeting gezet. Nou, ik ben blij dat u er allemaal nog bent. Ik hoor wat geluiden, dat mag. We zijn toch onder elkaar nu. Een laatste opmerking nog over de manier waarop wij een interactie met elkaar zullen gaan krijgen. Dat is dat wij een aantal presentaties zullen hebben. We zullen zo vertellen wat de line-up is. En er is de mogelijkheid in Zoom om te chatten. Voor die dat nog niet weten, een hele korte handleiding. Als u met uw muis beweegt, krijgt u onder een beeld een balk. Daar staan iconen in en daar staan woorden onder. En een van de iconen, daar staat chat onder. Als u daarop klikt, krijgt u een chatwindow te zien. En daar mag u vanmiddag in delen met ons wat u wil. Wat wij daarmee doen is dat wij dat volgen. Wat zeg je? Ja. Mogen wij u vragen om de microfoons op mute te zetten? Even terug naar de chatbox. Dus in de chatbox mag u schrijven wat u wil, ook naar elkaar toe. Wij volgen dat. En als het zo spannend wordt in die chatbox dat wij denken dat het goed is om dat in de uitzending te brengen, dan doen wij dat via de regie op de achtergrond. Verder is het zo dat na elke presentatie er een blok is waar dat wordt aangekondigd met tijd voor interactie. En dan kunt u gebruik maken van het participantsblok. En daarin kunt u handjes opsteken. Als dat moeilijk is, dan zetten we ook alle schermen aan. En dan mag u het handje ook daadwerkelijk opsteken, zoals ik dat nou doe. En zoals u dat ook nog van vroeger heeft geleerd. En dan proberen we u in de uitzending te brengen. En dan gaan wij u vragen of opmerken, of wat u ook maar kwijt wil, in de context van deze bijeenkomst, met ons te delen. Dat waren de achtergrondregels, dames en heren. En nu naar het programma. En mag ik als eerste het woord geven aan uw voorzitter, Wouter Schepens. Wouter, je moet... Ja, uitstekend. Ja. Ga je gang. Dankjewel, Emiel, en alle anderen voor jullie bereidwilligheid om hier met de vrienden vandaag in gesprek te gaan over het nieuwe normaal. Het is ook voor ons toch wel even wennen. Wij komen altijd graag samen, kennen elkaar. Het is heerlijk om elkaar een hand te kunnen geven, samen een borrel te drinken enzovoort. Dus het is een beetje zoeken. Aan de andere kant is er natuurlijk geen beter bewijs van het nieuwe normaal dat we hier nu als vrienden, de oudste alumni groep van de universiteit, zo bij elkaar zitten met jullie. En dat het ook allemaal werkt.
We hebben onze Bourgondische inslag toch proberen in te vullen door een borrelpakket te sturen naar alle vrienden die hier vandaag aanwezig zijn. Ik hoop dat dat ook is aangekomen bij iedereen. En met lichtrode wangen heb ik straks vastgesteld dat jullie dat pakket niet hebben gehad, geachte vertegenwoordigers van de universiteit. Dat word ik dus heel ongemakkelijk van. Maar bij deze de belofte dat wij dat we dat goed gaan maken en dat we jullie alsnog het borrelpakket zullen sturen. Het grote voordeel is wel dat jullie nu mes blijven in je benadering van de onderwerpen die bij de hand hebben. Waarbij misschien wat jolig worden. En goed is dat de camera en de microfoon uitstaan totdat we weer in beeld mogen komen. Houden we jullie helemaal bij de les. Nogmaals, veel dank. Ik denk dat wij gauw op de inhoud overgaan en Emiel de regie aan jou geven. Ik zet mijn camera en mijn microfoon uit en ik zie uit naar de dialoog steeds met jullie allemaal. Dank voor de heldere uitleg. Ja, dankjewel. En nogmaals, dames en heren, gebruik de chatbox ook om onderling iets te zeggen over dat pakket. En dan kunnen wij zien wat wij missen en dan kunnen we later concluderen of dat inderdaad een gemis is of dat het wel meevalt. Nou, dat als inleiding. En in afstemming met Wouter, dames en heren, kwamen wij tot de gedachte dat het als thema heel goed zou zijn om over de New Common te spreken. En de New Common is niet zomaar een titel voor deze bijeenkomst, het is namelijk ook de titel van een boek. Een boek dat wij met een aantal partijen als initiatiefnemers hebben gemeend te moeten opzetten. En wij zitten vol in het proces van het maken van de hoofdstukken, het schrijven ervan en het redigeren. En dit is de eerste keer dat wij met de omgeving binnen de universiteit in contact treden over de inhoud van dat boek. Dus wat wij zullen doen is kort even vertellen wat wij met dat boek aan doen zijn, wat de positionering is. En ik heb vier collega's bereid gevonden. Dat zijn allemaal auteurs van hoofdstukken van dat boek. Die zullen al met ons delen wat hun gedachten zijn van het hoofdstuk in dat boek. En dat is natuurlijk allemaal met de bedoeling om feedback te krijgen. Maar natuurlijk ook vooral met de bedoeling dat u de eerste exemplaren zult aanschaffen. Want ja, mag toch een kleine commercial ook in deze universiteit wel worden uitgezonden, denk ik. Nou, laten we eens even beginnen met die New Common. Heel even kort om de achtergrond te schetsen. Nou ja, het begint natuurlijk allemaal met het hele gebeuren rond corona. Dat staat dan in de volgende slide ook. Dat is een slide, dames en heren, die ik interessant vind, omdat dat een microscoopopname is, een elektronenmicroscoop van het virus. Het virus, dat is een basisorganisme, is maar een paar honderden nanometers groot. Die tentakels zijn maar ongeveer 10 nanometer lang. En dit is wat de hele wereld op dit moment in zijn macht houdt. En dat hebben we nooit eerder gezien. Iets wat we niet kunnen zien en wat ons toch in het leven allemaal beïnvloedt. Nou ja, u weet, het is allemaal in Wuhan ontstaan. Een tijd geleden, eind van het vorig jaar, december wordt altijd gezegd, Wuhan, provincie Hubei. 11 maart van dit jaar heeft de World Health Organization de pandemie uitgeroepen. Dat betekent dat er 188 landen met het coronavirus en de ziekte COVID-19 die daaruit volgt te maken hebben. We hebben op dit moment 8,5 miljoen geregistreerde infecties. Er zijn ongeveer 450.000 geregistreerde doden. Zoals u weet zijn het er veel meer naar men aanneemt. En wat is nou de essentie als je dat naar je eigen leven brengt? Dat is in de volgende slide. Dat is dat wij de beroemde R-factor, waar we 4 maanden geleden nog nooit van hadden gehoord, onder de 1 moeten krijgen. En dat kan op 2 manieren. Met een vaccin dat we niet hebben, of door gewoon voldoende afstand te houden, want het virus kan geen 1,5 meter overbruggen in normale situaties. Dus de hele samenleving is zich opnieuw aan het inrichten op basis van het 1,5 meter afstandsconcept. Social distancing. Maar laten we eens een paar slides bekijken waar al iets daarover staat. Dus een van de leukere slides vind ik deze. Tijdens de eerste persconferentie tussen Rutte en ook Jaap van Dissel werd gezegd het allerbelangrijkste was dat wij elkaar geen handen meer zouden schudden. Nou, je ziet wat er gebeurt na afloop van
die bijeenkomst. Het eerste wat Rutte doet is Van Dissel bedanken voor wat hij bijdraagt. Dat is iets in onze cultuur. Ja, kussen is ook zoiets wat niet meer mag. Nou, de minister-president heeft daar ook problemen mee, zoals u kunt zien in het plaatje aan de rechterkant. En ik laat dat zien omdat het zo ontzettend verweven is in onze maatschappij. Trouwens, grappig is om op te merken, als je naar de cultuur van dit gedrag kijkt, is dat wij 200 jaar geleden dat allemaal niet deden. Wij schudden geen handen en wij kusten elkaar niet in het publieke domein. De volgende slide geeft aan wat die social distancing eigenlijk betekent in ons dagelijks leven. Dus wij gaan in het park zitten op 1,5 meter afstand. Het Domino Park in New York heeft daar als eerste cirkels voor aangebracht in het gras, waardoor dat dan een goede gestructureerde vorm krijgt. Je moet je vorm aan zetten. Links beneden. Even doen, kijken. Dit is de telefoon, de microfoon. Wat heb je voor het programma? Zoom. Nina, kun jij onze nieuwe gasten op mute zetten? Dankjewel. Links beneden ziet u al dat mensen daar heel creatief door worden. Ja, een bankje ontwerpen. Bij mooi, denk ik. En rechts beneden ziet u, dat is wel even de leukste ontwikkeling. Een dame in La Louvière die geen auto had, maar de kindjes had beloofd om bij McDonald's te gaan eten. Die heeft een kartonnen doos gemaakt in de vorm van een auto. En die auto is dus in de line-up gaan staan van auto's toen McDonald's weer open ging daar. En dat heeft wereldnieuws bereikt. Creativiteit onbegrensd. De volgende slide geeft aan dat wij ook in de hele manier van werken steeds digitaler zijn geworden. Linksboven een park in Singapore waar robots in de vorm van hondjes rondlopen om de afstand tussen mensen te bewaken. Rechtsboven in de haven van Antwerpen, havenarbeiders die via wat wij dan zeg maar smart wearable devices noemen, kunnen bepalen of ze te lang bij elkaar in de buurt zijn. Rechts beneden, wij zoomen. Nou, als ik een opname zou maken van het beeld wat ik nu zie, kunnen we dat ook wereldkundig maken voor de vrienden van Kopenhagen. Wij doen de hele dag feitelijk niks anders meer. En links natuurlijk allerhande apps. Er zijn verschillende landen die dat hebben uitgerold. En ook in Nederland gaat dat naar alle waarschijnlijkheid gaat dat spelen. Wij horen al van het RIVM dat er testregio's zijn in Nederland. Bijvoorbeeld in Twente is er een testregio en dat gaat er komen. De essentie van dit verhaal is dat de digitalisering door corona versneld ingevoerd zal worden. En daar geeft de volgende slide wel een aardig aanknopingspunt. En wij noemen dat dan de versnelling van de digitalisering. Voor mij persoonlijk bijvoorbeeld is het zo dat wij met deze universiteit al meerdere jaren bezig zijn om de digitale onderwijsvormen in te brengen. En waar wij 5 jaar lang aan gewerkt hebben, dat heeft corona in een week voor ons geregeld. Dus wij zijn heel blij met haar wat dit betreft. De volgende slide, dames en heren. Daar wilde ik u, als u tijd heeft in de vakantie, dan zou u eens kunnen kijken naar deze twee boeken. Het linkerboek van Harari, Yuval Noah Harari, een filosoof, maar ook een historicus, bespreekt die digitale transformatie vanuit het effect wat het heeft op de mens. En hij plaatst de mens als de volgende stap in de evolutietheorie naast God. Heel interessant onderwerp om daar eens over door te praten. Dit boek doet dat op een buitengewoon erudiet en verstandige manier. Het rechterboek van James Lovelock is nog interessanter naar mijn persoonlijke mening, omdat deze rakker van meer dan 100 jaar oud, dames en heren, ziet dit allemaal in het licht van de ontwikkeling van de aarde zelf. De aarde is al heel oud. En hij zegt dat de aarde en de ontwikkeling van de digitalisering diezelfde aarde in een nieuwe fase zal brengen, en dat heet het Novaceen, die daartoe leidt dat met digitale technologie de mens de aarde gaat verlaten. En dus de mensheid een toekomst gaat geven in het heelal, los van de aarde. Dat is een diepe gedachte. Ik laat dat graag aan u. Het zijn twee boeken, ze zijn goedkoop. Beide voor minder dan €12 te krijgen bij bol.com, tweede commercial. Maar neem het mee. Het is heel interessant.
Dat, dames en heren, brengt mij bij ons eigen boek, De Nieuwkomen. Er zijn 4 initiatiefnemers, Hein Fleuren, Margriet Sitskoren en Ton Wildhagen, die ook in de line-up vandaag zit. En wij dachten, voor Tilburg University kunnen wij ook iets opschrijven over hoe wij het nieuwe normaal, of het nieuwe gewoon, moeten we het eigenlijk noemen, zien. Want het gewoon is veel meer dan het normaal. En toen hebben wij dat uitgezet bij onze collega's en de respons was overweldigend. In de volgende slide zien wij het overzicht, en dat hoeft u niet te lezen, maar wat u mag onthouden, is dat hier 30 boekhoofdstukken in de maak zijn. Als we naar diversiteit kijken, is dat super indrukwekkend. Oud, jong, man, vrouw, allochtoon, autochtoon, volgend, maar ook obstinaat. We hebben ze allemaal aan boord en wij zijn daar super blij mee. En voor vandaag hebben wij 3 collega's bereid gevonden om iets meer te vertellen. Dat zijn deze 3. En in de volgende slide, dames en heren, zien wij wat er voor het menu nog verder staat. Of op het menu nog verder staat, want ik ben slechts de amuse. Dus Ton zal dadelijk aan ons gaan vertellen wat nou dat nieuwe gewoon voor hem betekent. En dat is ook de basis voor het denken in het boek. En dan gaan wij naar Ronald luisteren, die dat doortrekt naar leiderschap. Wij gaan naar Esther kijken en luisteren, die dat doortrekt naar wat betekent het nou als je met media te maken krijgt en het internet en de rol daarvan. En wat ik heel erg leuk vind, is dat Martijn brengt het dan weer terug bij onszelf, namelijk in de regio. Wat heeft het voor het regionale bestuur en de regionale aansturing te betekenen? Nou, ik weet wat er gaat komen. Ik verheug me daarop. Dus ik wou graag de volgende start maken, maar niet zonder dat wij, want we hebben al 55 personen in deze call zitten. Laten we eens even kijken. Ik zie dat er ook al flink gechat wordt. Nina, Laura, wat halen wij op bij onze vrienden? Er zijn heel veel positieve berichten over het borrelpakket. Mooi. En ik denk dat is ook het belangrijkste. Degenen die iets willen, inhoudelijks willen toevoegen aan het verhaal van Emiel of een vraag hebben, dat zij even hun hand opsteken. Dat is denk ik voor nu, ik zie dat Wouter iets heeft gezegd, Robin heeft bijvoorbeeld iets gezegd. Als zij zich geroepen voelen om iets in te brengen, dan bij deze. Is er iemand die we al uit kunnen dagen, zoals dat vroeger ook in de klas ging, dat je een beurt kreeg? Emiel, ik was een vurig pleitbezorger om dit interactief te maken. Dus laat ik dan ook maar even meteen een vraag stellen. Dat heb ik ook in de chat gezegd. Is het niet de ultieme treurigheid om de technologie te gebruiken om de aarde te verlaten? Terwijl we eigenlijk de technologie nog onvoldoende gebruiken om de aarde gewoon fatsoenlijk te behandelen. Ja, dat is een buitengewoon interessante opmerking. Dus dat de eerste stap, denk ik, is in dat denken van Harari, is om daadwerkelijk wel te komen tot het beter maken van het huidige bestaan op aarde. En als ik kijk naar de Europese programma's, wat corona daar gedaan heeft, daar hadden we de digitaliseringsagenda, we hadden daar de duurzaamheidsagenda, en in het grote recovery plan van de commissie, waar 750 miljard euro in moet gaan zitten, hebben zij gesteld dat er een convergentie tussen die twee moet worden aangebracht. En dat is denk ik een constructief antwoord op jouw vraag. Dan hebben wij nog een vraag van 2 personen waarvan ik de echte naam niet weet, maar eentje is Breaking Habits. Dus die wil ik graag uitnodigen om... Hallo allemaal, Pieter van Beurden hier. Dankjewel Emiel voor deze interessante introductie. En wat ik heel interessant vind, ik zit zelfs in een bedrijfstak die zwaar geraakt is door corona. Wij geven live trainingen. Ja. Je kunt je voorstellen dat dat in deze tijd lastig is. Ik ben heel erg nieuwsgierig naar wat men mist. Dus we zien dat de hele bedrijfstakken zichzelf opnieuw uitvinden. Dat lukt ons ook heel aardig. Ik zie ook heel veel mensen om me heen die het ontzettend prettig vinden om thuis te werken. Dingen gaan efficiënter. Er wordt veel op afstand georganiseerd. Maar is er ook al wat onderzoek naar gedaan wat men mist? Ja, er is heel veel onderzoek op dit gebied gedaan.
Er zijn heel veel partijen die dus dit gebruiken. Veel universiteiten zijn dat veelal, die dus echt kijken naar gedragsveranderingen. Je ziet daar toch de voor de hand liggende dingen, dat mensen contact missen. Er zijn mensen die zeggen, ja, ik vind het ook wel fijn om mijn collega's te zien en ook de lichaamstaal te kunnen toetsen. Dat zijn wel dingen, maar wij horen ook aan de andere kant dat mensen steeds beter leren om dit soort gremia te gebruiken op een manier dat er ook een stukje saamhorigheid en sfeer weer terugkomt. En ik zou jou willen oproepen om op het moment dat je de technologie beheerst om jouw medewerkers te kunnen bereiken, om dan dingen te doen met die medewerkers die zodanig zijn dat je, zeg maar, vormen van sociaal samen zijn via dat interactieve digitale medium realiseert. Eigenlijk wat jullie als vrienden nu vanmiddag ook doen. Ja, mooi Emiel. We doen dat niet alleen met onze collega's, maar we doen dat ook met onze klanten. Ja, hetzelfde verhaal. We zijn meteen virtueel gegaan. Ja, super. Ja. En dankjewel. Nog even een laatste opmerking. Er zijn heel veel partijen die hiermee bezig zijn. Zoek elkaar op. Je kunt ongelooflijk snel van elkaar leren door het te delen. Ja. Ik stel voor, tenzij er nog een hele brandende vraag is, dat wij doorgaan. Want nee. Wat ik al zei, ik ben maar de amuse. Nina, mag dat? Ja hoor, als iPhone 2 dat oké vindt, dan die had ik graag, maar... Oké, dan kijken we in de chat of we iets helemaal fout doen en dan corrigeren we dat later. Dan gaan we naar de volgende slide. En ja, wat ik al zei, het doet mij buitengewoon genoegen om Ton Wildhagen te mogen aankondigen. Hoogleraar bij onze rechtenfaculteit, recht en arbeidsmarkt, zeer actief ook in het publieke debat. Ton, aan jou het woord. Ton, zou jij jouw microfoon willen muten? Ik dacht dat het automatisch ging. Ja, dus dankjewel voor deze gelegenheid. Fijn om onder de vrienden onder elkaar te zijn, weer een keertje. Wat ik wil doen is over dat common begrip nog wat gedachten neerleggen. Omdat, niet om het heel abstract te conceptualiseren, maar het is wel heel belangrijk. We hebben net al een paar vertalingen gehad. We begonnen met het nieuwe normaal. Dat zit een beetje in de categorie anderhalve meter samenleving. Beide begrippen worden zeer kritisch intussen besproken. Veel mensen zeggen, ik wil dat niet. Dan zijn er mensen die zeggen, ja, je wilt natuurlijk terug naar het oude normaal, maar men wil die term niet, dat nieuwe normaal. Emiel die had het over het nieuwe gewoon. En dat is ook een mogelijke vertaling, zou je kunnen zeggen. Bij mij gaat het, denk ik, meer over... Ik zou dat common willen uitleggen. Dat is natuurlijk ook een Engelse vertaling als een nieuwe gezamenlijkheid. Hè? Dus denk aan een common room, die we ook op de universiteit hebben. Dus het common is voor mij de gezamenlijkheid. Nou, en dan moeten we dus even wat toelichten wat wij nou precies bedoelen met dat nieuw common. Dan kunnen we door naar de volgende slide. Het punt is natuurlijk, er is altijd een common. Dus of je nou, en dat wordt ook weer vaak naar verwezen, of je nu in een maatschappij leeft van meesters en slaven, dan is er een common. Dus er is altijd een common. Dus het punt is, en dan gaan we alweer door, het gaat over de kwaliteit en om de scope van dat common, van die gezamenlijkheid. Dus sociologen zullen natuurlijk nooit ontkennen dat er altijd een gezamenlijkheid is. Maar kwaliteit en scope. Dus hoe goed is dat common en wie worden omvat door dat common? Dat is denk ik de kwestie. Ik zie, er is geen slider meer te zien. Klopt dat? Is dat allemaal? Dat maakt niet zoveel uit. Dus als dat nu weggevallen is, dan praat ik gewoon door. Ik ga dit even oplossen met Rondi. Oké. Nou, dit is gewoon een plaatje van mensen die 5 sterren geven aan een soort common. Dus onthoud even, we moeten het hebben over de kwaliteit en de scope van die gezamenlijkheid. En dan gaan we door. Kijk, wat je kan zeggen over het huidige common, de huidige gezamenlijkheid, dat heeft al een aantal tekortkomingen in kwaliteit, maar ook in inclusiviteit. Je zou kunnen zeggen, het huidige common, dat heeft een gebrek aan diversiteit. Dus er zitten sommige mensen met een sommige herkomst of sommig uiterlijk of een bepaalde seksen zitten daar beter in dat huidige common
dan in dat andere. Dat is denk ik een van de issues rond de vraag van moeten we niet naar de new common toe? Moeten we natuurlijk bepalen wat het is en waar ik mee eindig is hoe we daar kunnen komen. Het volgende issue van het huidige common, het is ook selectief. Je ziet dat ook in Brabant. Dit zijn arbeidsmigranten die zeggen, ja, we zitten in een werkkamp. Wij moeten maar alles doen. En op een of andere manier is het dus niet gelukt om in deze crisis het common uit te strekken tot alle mensen. Eigenlijk tot een heleboel mensen niet. Deze mensen komen van elders. Deze mensen hebben een heel ander soort werkrelatie. En moeten met corona-risico's in de bus en in de slachterijen. Dus het huidige common is niet divers in zijn omvattendheid, maar is ook selectief. Ja, kunnen we door. Het huidige common is ook, heeft ook een soort bias, zou je kunnen zeggen, naar generaties. Niet dat, dat er in het huidige common niet meerdere generaties zijn, maar dat doet ook even denken aan, het is nu crisis en op enig moment maakte Mark Rutte zich in een van de persconferenties sterk voor de jongeren. De jongeren moesten eigenlijk opstaan, moesten het schoolhoofd toespreken en als ze het niet eens waren laten merken. We hebben de discussie over pensioenen. Jongeren die zitten in een andere situatie, ook in een andere arbeidsmarkt in Nederland intussen. Zitten veel meer in flexcontracten, zijn nu ook het slachtoffer van de crisis. Dus het huidige common, zou je kunnen zeggen, is ook niet generatie-neutraal genoeg. Met name de jonge generatie heeft te weinig zeggenschap over hoe dat nieuwe common, dat zij vooral straks zullen gaan bevolken, hoe dat eruit ziet. Of eigenlijk nu al aan het bevolken zijn. Denk ook aan de klimaatspijbelaars. Misschien zijn we ze al een beetje vergeten door corona. Maar dat is denk ik ook een van de mankementen, het tekortkoming van het huidige common. En dan kunnen we door. Het is ook toch nog in heel sterke mate een nationaal common. Dus dit is een foto van vluchtelingenkampen waar corona sterk toeslaat. Ik had het net al even over de arbeidsmigranten in ons land. Maar ja, het common wat wij hebben, natuurlijk, we hebben internationale contacten, er is ontwikkelingssamenwerking. Maar aan de andere kant is het nu een echt universeel common. Nou, voor degene die toch nog op vakantie gaan in Italië, zeg niet dat je uit Nederland komt, want de toon van Nederland in de afgelopen tijd wordt, ook hoor ik van kennissen daar, nog zeer, zeer bekritiseerd. Dus het common waar we naartoe willen, kan ook nog een heel stuk meer internationaal zijn, ook als solidariteit. Ja, kunnen we door. En dan, heel belangrijk, en dat is ook heel duidelijk de strekking van en het onderwerp van de boeken die Emiel aan heeft bevolen, die je ook gewoon om de hoek kunt kopen natuurlijk, en die bij bol.com per se liefjes in de Nieuwlandstraat in Tilburg, dat zou heel goed kunnen. En dat is waar sociologen eigenlijk tekort komen. Sociologen die kunnen zeggen, natuurlijk, mensen leven altijd samen in groepen, in gemeenschappen. Maar het huidige common strekt zich nauwelijks voldoende uit, niet voldoende uit, tot, ja, het strekt zich uit tot de mensheid, maar het gaat niet verder dan dat. Dus het structureel, consequent, fundamenteel negeren van het bredere ecosysteem van de planeet is één van de grote problemen van het huidige common. De crisis die we nu hebben, wat is dat precies voor een crisis? Op een rijtje de volgende, het is een ecologische crisis, een eco-crisis. Dat vertaalt zich in een gezondheidscrisis. De gezondheidscrisis vertaalt zich nu in een economische crisis. De economische crisis is zich aan het vertalen in een sociale crisis. En de sociale crisis in een culturele en individuele crisis. Dat is de volgorde. Dus het huidige common, met alle problemen nu rond COVID-19, is het tekortkomen van de omvattendheid van het common begrip. Nou, en dat is serieus, want 40 graden in Siberië, droogte, water- en drinkwatertekort. Dus dit deficit van het oude, van het huidige common, is ons zwaar aan het opbreken. En dan kan je natuurlijk zeggen, ja, het is heel knap wat Musk doet, die wil zich straks zien sterven op Mars. Maar het werd net al gezegd, eigenlijk is wat Musk doet, is een vorm van lafheid. Je gaat er gewoon tussenuit, omdat je denkt, vroeger zeiden we nog een tijd lang, er is geen planet B. Musk heeft die al wel gezien, maar we hebben heel weinig gedaan tot nu toe. We hebben gefaald, in feite zou je kunnen zeggen, Emiel zei het ook al,
in het oude common om dus alomvattend te zijn en ook dat ecosysteem en die planeet erbij te halen. Ja, kunnen we door? Nou ja, dat geldt dus ook voor, dat zie je hier ook, hè, die tekortkomingen. Dieren zitten eigenlijk ook niet echt in dat oude common echt als dierwaardig participanten. Als het even uit de hand loopt door menselijk gedrag, verrassen we gewoon 85.000 nechten. Want ja, die zitten eigenlijk ook op een andere manier in dat common. Dus het is ook heel triest, zeg maar, wat je nu ziet. Hoe de hele fauna en flora lijden onder onze oude common beperkingen. Ja, dan gaan we door. En dan, dat is denk ik wat hoopvoller. Dit is een robot en die helpt een ziek kind. En dat is dat boek, dat Novocaine van James Lovelock. Er is een duidelijke belofte, een potentie, dat technologie ons kan helpen naar dat nieuwe common te komen en een beter common te bouwen dan we als mensen konden. Dat hangt natuurlijk sterk af van hoe we die technologie gebruiken. Want technologie is natuurlijk, ja, je zou kunnen zeggen, is ambivalent. Je kan met een oude technologie als een hamer kan iemand hersens inslaan of een huis bouwen. Het is natuurlijk hoe je het ontwerpt en hoe je het gebruikt. Maar er is absoluut, en daarom zetten we natuurlijk op de universiteit ook sterk in op artificial intelligence. Daar is Emiel ook sterk mee bezig met de AI-coalitie op landelijk niveau, internationaal, om de echte benefits van die technologie te proberen in te zetten voor wat we intussen noemen dat new common. Ja. Nou, we hebben een aantal standaarden voor dat new common. Dus dat zijn een soort richtingaanwijzers. Je vindt ze in de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. In feite, die 17 bij elkaar opgeteld, dan kom je denk ik al een heel eind in het ontwerp van dat new common. Dit wisten we al wel. We hebben het allemaal geformuleerd. We zien natuurlijk ook de punten waarop we nu aan het falen zijn. Dus het is een soort meetlat en het is goed dat die er is. We gebruiken hem op de universiteit ook. Ja, dan het volgende. We denken ook steeds meer in termen van brede welvaart. Dus CBS in Nederland loopt voorop in het formuleren van het maken van een brede welvaartmonitor. Ook gelinkt aan die Sustainable Development Goals. Dus we begrijpen dat we niet alleen moeten kijken naar bruto nationaal product, maar ook naar gezondheid, naar de omgeving, naar welzijn. Dus we gaan steeds meer wel die maatlat ontwikkelen in onze termen voor dat new common. Ja. Nou, en dan, ja, eigenlijk tot slot. Hè. Als we er nou vanuit gaan dat we een nieuw common voor ons zien waar we heen willen, maar ook heen moeten, met behoorlijk veel urgentie zou ik zeggen. Het is toch eigenlijk 5 voor 12. En corona heeft dat zeer sterk versterkt. De kwetsbaarheid van het oude common, die wordt blootgelegd, zou je kunnen zeggen. Die wordt echt gewoon geopenbaard op dit moment. Nou, het is veel ingewikkelder dan gewoon opnieuw beginnen op Mars. Want ga dat maar eens gewoon op aarde doen, dat new common bouwen. Maar ja, wat ik net al zei, om te zeggen, laat maar zitten, we gaan het op Mars nog eens een keer proberen. Ik zou als Marsmannetje zeggen, wij zetten hier even nog een hek omheen. Gaan jullie eerst thuis maar even orde op zaken stellen. Wat heel belangrijk wordt natuurlijk, is de rol van wetenschap en van universiteiten, zoals die van ons. Wat kunnen die nou in die transitie betekenen naar dat nieuw komen? En doen ze wel voldoende? Hebben ze de juiste kennis? En dat geldt ook voor Tilburg. Ik zie dat echt als een missie voor Tilburg. Je kan bij wijze van spreken ook zeggen, we noemen het nieuwe strategisch plan naar een nieuw common in onderzoek, in onderwijs en impact. Nieuw common kan ook op de universiteit worden toegepast. Nieuw common waarin de faculteiten, departementen, studenten nog veel meer op elkaar inspelen. Nou, en dan eigenlijk wat Emiel al aankondigde. Ik denk dat jullie allemaal een rol kunnen spelen van wat je intussen doet in relatie tot de universiteit, maar ook vanuit je eigen bedrijf of je eigen organisatie en positie. En misschien moeten we ons uitroepen tot de vrienden van Kommenhagen vandaag. Om dat duidelijk te maken dat we als universiteit met onze vrienden een rol willen spelen in die stap, en die noodzakelijke en dringende stap naar dat nieuw Kommen. Kommenhagen, die gedachten die sluiten daarbij aan. Kommenhagen. Ik vind het mooi, past ook een stukje bij mijn achternaam. Dus laten we maar straks kijken of we misschien de vrienden van Kommenhagen, als we het niet hernoemen, wat ik kan begrijpen, dan moet het denk ik wel kijken of we het echt willen zijn. Ik denk dat we het in hoge mate al willen zijn en jullie op allerlei manieren ermee bezig zijn. En dat horen we misschien straks nog in de discussie. Nou, dat geldt ook voor bedrijven. Daar gaan we zo meteen ook met Roland over hebben. Overheden,
associaties, dus werkgeversorganisaties, vakbonden, maar natuurlijk netwerk, communities, individuen. En ook die technologie, zoals gezegd, kan werken aan de transitie naar het nieuwe komen. Nou, we weten dat COVID legt dus ongenade bloot wat het oude komen mankeert. Maar het kan dus ook een driving force zijn. Hè? Dus het kan ook de stap naar, door dat thuiswerken, minder de weg op. Nou, vandaag in het nieuws, we moeten het ook echt doen, loopt uit de hand. Een heleboel ongelukken als we het niet doen. Maar het kan dus ook een drijvende kracht zijn, hoe erg het virus ook huishoudt naar dat nieuwe komen. Nou, sommige zaken waren natuurlijk al een beetje begonnen. Hè? Dus energietransitie en hopelijk krijgen die goede impuls, is niet zeker. Het kan ook zijn dat we denken, nu even niet. Het wordt een beetje te druk wat we van mensen vragen. Maar hopelijk komt er een goede samenloop tussen wat we al zijn begonnen aan inzet voor wat we nu noemen het nieuwe komen. En kan dat samenlopen met de gevolgen van de huidige crisis. We moeten daarvoor wel gaan werken aan een soort reimagination. Dus we moeten ons dat nieuw komen gaan voorstellen. En dat past ook bij het denken wat je ook in het bedrijfsleven ziet. En dat is ook de laatste slide. Dat is een slide van McKinsey. McKinsey zegt eigenlijk, en je kan het op je bedrijf toepassen als in de huidige crisis, of op een samenleving, een economie. Je moet eerst resolven. Je moet echt gewoon eerst de onmiddellijke uitdagingen aanpakken. Dan moet je eigenlijk gaan terugveren. Dan moet je resilient zijn. Je kan misschien weer terug naar je uitgangspositie. Dat is niet zeker. Maar je moet ook, omdat je niet kan blijven doen per se wat je deed, of omdat je wat je deed niet op dezelfde manier kan doen, of dat je andere dingen moet doen op een andere manier, moet je ook naar die reimagination. En je moet je gaan voorstellen waar je heen wilt, hoe dat nieuw komen in onze termen eruit ziet. En dan kun je beginnen aan de hervormingen die daartoe leiden. Nou, en ik hoop dat deze sessie inspiratie geeft. Ik denk dat het gewoon aansluit dat er heel veel mensen over nadenken en al doen. Dus wij hebben niet per se iets nieuws bedacht door dit begrip te introduceren. We gaan wel vanuit de universiteit ons licht laten schijnen op al die gebieden die in dat boek terugkomen. En ik hoop dat we ons gaan voelen als vrienden van dat nieuwe komen, vrienden van Kommenhagen. Dankjewel. Ja, dankjewel Tom voor jouw inspirerende inleiding. Op de hoofdstukken van het boek zullen we dadelijk nog naar gaan luisteren. Ik kijk even naar de chat. Ik zie dat de chips zo ver zijn dat als je ze eet, dat je dan niet meer kunt luisteren. Daar hadden we even geen rekening mee gehouden. Dus dan weet jij dat, Wouter, voor een volgende keer. Ik zie ook dat er een hele discussie is ontstaan over koop je nou een boek online of bij de lokale boekhandel. Daar gaat Martijn het nog over hebben. Maar misschien is er nog iemand die ook eens via een handje iets wil zeggen. Dus eens even kijken daar. Nina, zie jij? Laura, zien jullie vrienden die iets willen doen? Er zijn op dit moment geen handen opgestoken, nee. Ja. Wel, een vraag van Ruud Berndsen. Ruud, zou jij jouw vraag willen stellen aan ons? Hartelijk dank voor de prima presentatie en duidelijke uitleg over de ontwikkelingen. Mijn vraag geldt aan Tom. Als je het hebt over de new common, die in jouw definitie plaats en tijd gebonden is, als ik het goed begrijp, zou dat in de nabije toekomst kunnen leiden tot hele andere verhoudingen tussen publiek en privaat? Ja, dat denk ik wel. Je ziet natuurlijk ook, en dat zullen we zo meteen horen, je ziet natuurlijk dat bedrijven ook veel meer algemeen belang nu ook voorop zetten. Dus zeggen van, wij willen met wat wij maken, willen wij zoveel mensen gezonder maken. Dus je ziet dat opschuiven. Het zou onzinnig zijn, ook hoe belangrijk de overheid op dit moment en de crisis ook is, om te zeggen, ja, we gaan dat allemaal aan de overheid overlaten. Je moet, denk ik, alle coördinatiemechanismen in de maatschappij, overheid, bedrijven, de associaties, de netwerken, de communities, die heb je nodig. Dus ik denk dat dat alleen maar met verenigde krachten kan. En ik denk dat je ook in het denken opschuift. Bedrijven zijn duidelijk aan het opschuiven. Dat is ook een effect van de crisis. Dus de vraag van wat is nou echt van waarde, die ligt ook overal op tafel. Dus ik denk dat waar we heel vaak al over praten natuurlijk, die publiek-private samenwerking zou moeten, kan beter. Maar misschien is dat ook een push van de huidige crisis, dat nu ook veel meer op elkaar betrokken wordt en veel meer aligned wordt, om het maar even ledig te zeggen. Ja, dankjewel Tom. Ik zie ook nog een vraag van Hugo.
Hugo, mag ik jou het woord geven? Dankjewel, Emiel. Ton, prachtige voordracht. Je had mij extra aandacht toen het ging over de strategie van onze universiteit. Dat zul je begrijpen. Er zijn mensen die hadden gezegd in dat tijd, understanding society is misschien wat passief en we moeten dat veranderen in advancing society. Nu zeg jij, hier in de COVID-crisis zouden we ook iets kunnen vinden. Maar als we weer 3 of 5 jaar verder zijn, dan ligt die crisis hopelijk ver achter ons. En is het misschien juist de inspiratie geweest om juist een stap verder te denken. Als ik jou zou uitdagen om die extra stap te zetten, wat zou je dan zeggen over die strategie van onze universiteit? Ik denk dat het heel sterk en modern is om meer doelgericht te denken, zeg maar, in termen van een missie. Dus understanding als missie is niks mis mee, daar begint het mee. Maar je wilt ergens naartoe werken, je wilt ergens aan bijdragen. En ik vind dat je moet kijken naar de positie die je hebt in het hele landschap. Je bent een hele sterke mensenmaatschappij, universiteit, die ook technologisch en AI en zo innoveert. Maar het gaat over die toekomst van mens en maatschappij, over die nieuwe gezamenlijkheid. Dus ik kan me ook voorstellen dat je, dat hoeft het niet letterlijk over te nemen, maar dat je in je missie, en ik zie dat bijvoorbeeld ook bij Utrecht, dat soort bewoordingen, maar dat je ook zegt van hier werken wij aan, we werken daar naartoe met die maatschappij op basis van onze kennis. Dus ik zou het wel mooi vinden. Ik merk nu ook wel dat als je nu in discussies wordt aangesproken op de missie van onze universiteit in termen Understanding Society, dan wil je altijd vertellen dat het understanding niet alleen maar is van nou, we zien dat het buiten slecht gaat en we begrijpen best wel dat het moeilijk is. Je wilt natuurlijk dan ook vertellen dat dit niet het enige is wat je doet. Maar het streven naar een new common, streven naar een bepaald doel, dat vind ik wel van deze tijd. Past heel goed bij wat de Europese Commissie doet met de missions. Dus we zouden daar eens over kunnen nadenken voor als we toch natuurlijk een nieuw plan maken. We hadden al, Hugo, voordat jij in de uitzending zat, met Wouter afgesproken dat wij de vrienden hier ook actief bij zouden willen betrekken. Dus daar ligt een mogelijkheid. Heel goed. Lijkt me een prachtig plan. Fijn. Gaan we dat doen. Gezien de tijd, dames en heren. Ton, nogmaals heel veel dank. Ja, ik zag nog even één vraagje, Emiel, klein vraagje, ja? Heel makkelijk. Dus ja? Inderdaad, McKinsey adviseert dat in die volgorde. Dus begin bij dat resolve, recover, en het eindigt dan bij reform. Dus dit wordt ook heel veel gebruikt nu. We gebruiken dit ook in bijvoorbeeld in discussie binnen de provincie Noord-Brabant over hoe kom je nou sterker uit die crisis. Dus het is natuurlijk niet de holy grail, maar in die volgorde zit die begrippen... rij en het is een interessante manier om het gewoon met veel alliteratie ook voor te stellen. Ja, prima. Er zijn nog meer interessante vragen. We hebben aan het einde, dames en heren, nog een wat langer blok gepland in ieder geval. Maar ook die vragen bijvoorbeeld over de rol van het vaccin zien we hier nog. We parkeren dat even en we hopen dat we daar op terug kunnen komen. Voor nu, Ton, nogmaals heel veel dank. Ja, dames en heren, en dan gaan we toch naar de hoofdgerechtjes. Het is een beetje een tapasje vandaag, maar het moet ook als appetizers gaan fungeren. Nou, dat doet me buitengewoon veel genoegen om als eerste Ronald de Jong te mogen aankondigen. De eerste en enige tot nu toe Distinguished University Professor of Practice. Ronald heeft een sterke achtergrond in de marketing. Is verbonden ook aan TISEM, onze faculteit voor Economie en Management. Hij heeft een lange historie bij Philips, tot en met de Exco. En daar heeft hij geleerd wat modern leiderschap is. En hij zal ons meenemen in zijn bevindingen in relatie tot COVID. Ronald, het woord is aan jou. Dankjewel, Emiel. En dank voor de uitnodiging om bij te dragen aan dat debat. Een debat wat op dit moment zeer actueel is. En waarvan ik van mening ben dat Tilburg University daar inderdaad een grote rol te spelen heeft. Een grote rol in woord en daad. En met woord denk ik met name aan het academisch debat. Omdat we met elkaar zullen moeten gaan definiëren hoe dat nieuwe common eruit ziet. Waarom we het nieuwe common moeten neerzetten. En hoe we het nieuwe common gaan implementeren. En daarbij zal leiderschap gevraagd zijn. En inderdaad, omdat wij een nieuwe generatie van leiders opleiden. En nu dat ik de gelegenheid heb om met de vrienden te praten.
ook een beroep kan doen op jullie individuele en collectieve leiderschap om dat nieuwe common te creëren en te establishen. Ik denk dat we niet moeten onderschatten hoeveel denkwerk er al plaatsvindt op dit gebied. Ik had eerder vandaag een interessant webinar waarbij een professor van Harvard in discussie ging met een professor van Oxford over exact hetzelfde topic. En ze stonden haaks op elkaar. Dus ook de academische titanen mengen zich in de strijd. En naar mijn optiek kan Tilburg daar niet achterblijven. Maar zou zelfs op grond van de grote sterktes in de humanities en in de economische wetenschappen hier een voortrekkersrol moeten kunnen vervullen. Ik wil vandaag inzoomen op leiderschap. En ik zal daarbij teruggrijpen op de context die is geschetst door zowel Emiel als Ton, als ook de discussie die is ontstaan op basis van de vragen die gesteld zijn. En het leiderschap wat we willen zien naar de toekomst toe, zal bereid moeten zijn en de moed moeten hebben om bestaande paradigma's, denkbeelden, uitgangspunten, methodes en technieken ter discussie te stellen. U ziet hier op de titelslide twee vooraanstaande economen, Friedrich von Hayek en Milton Friedman. We zien ook dat zij zich bevinden te midden van een kapitool wat een beetje op instorten staat. Er zijn wetenschappers die de stelling aanhangen dat voor een stuk terug te voeren is op het blijven toepassen van het denken wat ons de afgelopen 200 jaar een bepaalde materiële welvaart heeft verschaft. Maar dat het onwaarschijnlijk is dat de side-effecten die we daarvan hebben gezien, ecologisch, economisch, opgelost kunnen worden door diezelfde denkbeelden te hanteren. Leiders zijn dus nodig om die denkbeelden te doorbreken, nieuwe te ontwikkelen en ze voornamelijk ook om te zetten. Misschien kunnen we naar de eerste slide. Wat denk ik duidelijk werd ook uit de inleiding van Ton en Emiel, is dat wij de COVID-outbreak niet kunnen zien als een geïsoleerd event. Ik ben zelf van mening dat wij als samenleving, als maatschappij, naar een punt toe aan het lopen waren waarbij iets fout moest gaan. Nu is het de public health crisis die grote afhankelijkheden vertoont met andere problemen zoals hier op de slide staan. Het had ook een ander probleem kunnen zijn wat ons tot nadenken had gedwongen. Nu is het COVID. En COVID heeft veel afhankelijkheden met de andere grote globale problemen van deze tijd. En problemen die overigens aangepakt dienen te worden in lijn met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, waar Ton reeds over sprak. Maar daarvoor moeten we dus een nieuwe wereld gaan creëren. Grote afhankelijkheden en COVID dwingt ons tot nadenken. En op de volgende slide zien we dat COVID eigenlijk een focusing event is en ons voor een keuze stelt. Gaan wij terug naar dat semi-comfortabele, althans voor sommigen, wereldje en de samenleving die we kennen, noem dat het old common, of gaan we dat nieuwe common shapen, waarvoor dat thought leadership nodig is en waarvoor leiderschap nodig is. En dit is een heel breed topic. Ik heb vorige week voor het Universiteitsfonds een webinar mogen organiseren en daar hebben we over dit topic een uur gesproken. Ik heb nu een paar minuten, dus ik kan het topic niet compleet behandelen, maar ik kan wel een aantal vragen naar voren brengen die in het kader van deze discussie moeten worden behandeld. Hoe effectief is de markt als het gaat om het leveren van diensten voor algemeen nut? Sommigen van jullie zijn oud genoeg om nog de tijd van nutsbedrijven te hebben beleefd. Energie, banken, scholen, dat waren nutsbedrijven. Dat is allemaal aan de markt gegeven, gezondheidszorg ook. Ik denk dat we daar een heroriëntatie op moeten hebben. Wat wordt dan de rol van de overheid? Wat zijn de economische beleidsmaatregelen en ook instrumenten die worden gehanteerd? Blijven we monetair financieren met oplopende begrotingstekorten? Of moeten we toch naar iets anders kijken? Wat is ook de rol, en daar had Ton het over, van bedrijven in het adresseren van grote maatschappelijke vraagstukken? Hoe definiëren we eigenlijk welvaart? Nou, heel vaak tot nu toe in termen van materiële welvaart. Maar de vraag is of dat ook de definitie moet zijn naar de toekomst. En wat is dan het type leiderschap wat nodig is? En daar wil ik een beetje op inzoomen. Dus het heroverwegen van de rol van de overheid, het heroverwegen van business purpose en het heroverwegen van de rol van leiders is iets wat mij in hoge mate interesseert. En ik heb een provocatief cartoontje in deze slide opgenomen, specifiek inzoomend op de rol van bedrijven,
Waarbij er een aantal, ik vermoed dat het voormalig CEO's zijn, rond een kampvuurtje zitten en zeggen, ja, de planeet is gedestroyed. Die hebben we verwoest, maar voor een klein moment in de tijd hebben we toch een hoop geld verdiend met elkaar. En met name voor onze aandeelhouders. Provocatief, maar ik denk dat we ook provocatie nodig hebben om het debat op scherp te zetten. Genoeg over de context. Wat betekent dan dat nieuwe leiderschap? Nou, allereerst betekent het nieuwe leiderschap dat we met elkaar tot de conclusie komen dat we niet terug moeten leiden naar wat we kenden. Want wij waren al voor de coronacrisis geconfronteerd met grote maatschappelijke vraagstukken, economische vraagstukken, sociale vraagstukken, toenemende ongelijkheid, ecologische vraagstukken. Dus in mijn optiek is de COVID-crisis ook geen slecht nieuws alleen. Het is ook een call for action. En een trigger, een aanleiding om system change te drijven die we moeten zien. Dat nieuwe leiderschap zou daarvoor nodig zijn. In de publieke sector, in de private sector, maar ook in de academische wereld. Zijn wij bereid om de bestaande denkbeelden ter discussie te stellen en nieuwe te ontwikkelen en te valideren? En er zijn een aantal vectoren van die verandering als het gaat om leiderschap. En dit is niet uitputtend. Het debat is nog niet afgerond. Het debat start. Maar er zijn wel een aantal vectoren voor verandering als het gaat om leiderschap. Veel leiders, en ik denk dat dit resoneert met veel van jullie in de call, zetten individueel interest voorop. De Amerikaanse president heeft het zelfs tot zijn voornaamste slogan verheven. Maar we zien het ook in het bedrijfsleven. En waarschijnlijk ook in andere delen van de samenleving. Dat individuele interest voorop moet in mijn optiek plaatsmaken voor collectieve verantwoordelijkheid. Als leider van een institutie, van een organisatie als een universiteit of een bedrijf of van een overheidsinstelling, heb ik verantwoordelijkheid te nemen voor de rol die ik met mijn instituutie kan spelen voor het grotere geheel. Dat is een landslide. Dat vraagt veel van leiders en van leiderschap. Er is een focus op korte termijn resultaten. En natuurlijk worden de bedrijven altijd genoemd shareholder value, de kwartaalresultaten. En daar zit veel waarheid aan. Maar we zien het ook in de politiek. Ook in de politiek wordt er gekeken naar hoe kan ik op korte termijn scoren. Ik ben verbonden aan de adviesraad internationale vraagstukken van de overheid, waarbij we gevraagd worden mee te denken aan grote internationale vraagstukken. De guidance die we krijgen is dat de werkingsduur van het advies moet een beetje rekening houden met de zittingsperiode van het kabinet. Terwijl we weten dat de grote maatschappelijke vraagstukken niet in 4 jaar kunnen worden opgelost. En een bedrijf zich niet kan omturnen in een kwartaal. Dus korte termijn resultaten naar langere termijn resultaten. En die korte termijn resultaten zijn vaak gerealiseerd at the expense of, ten koste van, resources, het klimaat, maar ook human resources. En we moeten als leiders leren om ze te ontwikkelen in harmonie met. Niet focussen alleen op financiële waardecreatie, maar ook creatie van sociale waarde en ecologische waarde, naast financiële waarde. En niet alleen nadenken over hoe kunnen we blijven groeien, want die dingen die blijven groeien, en zeker als ze ongecontroleerd groeien, worden vaak kwaadaardig in de natuur. Waarom zouden wij daar een uitzondering op zijn? Dus we moeten ook nadenken over de verdeling en de herverdeling. En daar hebben leiders en corporate leaders, heb ik hier genoemd, ook een grote verantwoordelijkheid. Nou, het goede nieuws is, en dat zien we op de volgende slide, en ik moet me kort houden, dat dit niet alleen een kwestie is van ik heb de verplichting als leider om iets anders te doen, want het gaat fout met de wereld. Het goede nieuws is dat er ook een opportunity is. En met name voor de private sector is er gewoon ook waarde te creëren in de traditionele zin, door te focussen op duurzame businessmodellen, op recycling, op cradle-to-cradle, op renewables. Ik denk dat dat een mogelijke energy source kan zijn achter het mobiliseren van leiderschap ook in de private sector. Ik wil graag afsluiten met een paar conclusies. Ik ben van mening dat we aan het einde zijn aangeland van de industriële tijd zoals we die kennen. Ik vind het heel grappig dat Emiel refereerde aan een tijd 200 jaar terug. Dat was ongeveer bij de start van de industriële revolutie. Misschien dat die parallel wat uit de lucht gegrepen is, maar hij is te toevallig om niet te noemen. Ik denk dat de samenleving geconfronteerd met een aantal grote problemen die we niet kunnen oplossen door de oude paradigma's en oude denkwijzen maar toe te blijven passen.
De COVID-crisis laat de onderlinge afhankelijkheden zien, maar ook de kwetsbaarheden in de samenleving. En we hebben leiderschap nodig in de publieke sector, in de private sector, in de academische wereld, om het huidige denken opnieuw vorm te geven en uit te voeren. En het goede nieuws is dat dat niet alleen maar defensief hoeft te zijn. Daar is ook een opportunity. En mensen willen graag werken aan een betere wereld als er opportunity is en niet alleen als we een groot gevaar afwenden. En ik denk dat we het gevaar moeten blijven benoemen, maar de opportunities erbij moeten vermelden. En daarmee wil ik graag mijn inleiding beëindigen. Dankjewel. Dankjewel, Ronald. Mooie, sterke stellingname. Er wordt ook in de chat al goed op gereageerd met prachtige opmerkingen. Ik wou even kijken naar boven scrollen, dames en heren, want ik zag dat Sander van der Birrelaar een sterke uitspraak maakte. Sander, zou jij die voor ons allen willen herhalen? Ja, zeker. Ja, dus het idee is dat afwegingen nu vaak gemaakt worden op basis van financiële impact daarvan, zeg maar. Dus vaak is het toch winst en overheidstekorten en zijn leidend bij afwegingen. En ik denk dat dat een groot probleem is. Dan kun je natuurlijk binnen het systeem wat we hebben dat proberen op te lossen door te zeggen, ja, dan moet je alle negatieve effecten van alles maar gewoon inprijzen, zodat je dat eigenlijk neutraliseert in de prijs verwerkt. En dan gaan mensen automatisch goede afwegingen maken. Ja, of je moet met ander beleid komen om toch bepaalde keuzes af te dwingen. Maar ja, dat zijn de soort van dingen waar ik aan denk. Dat zijn terechte dilemma's, denk ik, Sander. En als ik daar kort iets over mag zeggen, zonder de intentie te hebben compleet te zijn, of de illusie te hebben compleet te zijn, zie ik daar toch een aantal positieve ontwikkelingen, of een aantal ontwikkelingen die maar positief stemmen. Je noemt er zelf één. En dat is dat wij nu vaak kijken naar milieu, klimaat, maar ook arbeidsvoorwaarden als externalities. Hè? En er is gewoon een roep om die in te gaan prijzen. Dus dat je naar de positieve en de negatieve effecten gaat kijken van je besluitvorming en die meeneemt. Het tweede is, en dat is ook niet te onderschatten, er komt meer maatschappelijke druk op instellingen om, en we zoomen nu in op bedrijven en ik vind het prima om dat te doen. Daar voel ik me ook het meest comfortabel om iets over te zeggen. Maar ik denk dat het niet beperkt moet blijven tot bedrijven. Meer en meer wordt er van bedrijven ook verwacht dat ze bijvoorbeeld rapporteren over arbeidsvoorwaarden. Dat ze verklaren human rights te respecteren en dat dat ook geaudit wordt. Dat ze aan CO2-compensatie doen en een sustainability-beleid hebben. En ik zie dat niet alleen vanuit de hoek van de maatschappelijke organisaties, de NGO's en de overheden. Ik zie het in toenemende mate ook vanuit analisten en aandeelhouders en grote institutionele beleggers. En daar kun je op twee manieren naar kijken. Dan kun je zeggen van, ze hebben eindelijk het licht gezien. En wat goed dat ze dat doen. Nou, dat wil ik hopen. Er zit ook een ander aspect aan. Ik denk dat heel veel grootkapitalisten en analisten in de financiële wereld zich terecht zorgen maken over de sustainability van het huidige shareholderdenken en aandeelhouderskapitalisme. En dat ze zien dat reform nodig is om het te kunnen laten overleven. Als je weet. Ronald, jij neemt ons mee op een geweldige wolk van mooie gedachten. Maar ik krijg van Wouter en de vrienden zijn de baas, doordat we uit de tijd aan het lopen zijn. Mag ik jou vragen af te ronden? Ja, ik denk dan dat we het debat even hierbij moeten laten, Emiel, want ik herken dat. Het is iets wat een brede discussie vraagt. Ik ben optimistisch gesteld. Ik denk dat de wal het schip zal keren. Ja, geweldig. Dan houden we je daaraan als het fout gaat. excuus daarvoor, dames en heren. Ja, het geeft al aan, het is een geweldig onderwerp met heel veel gedachten. Volg vooral de chat. Heel veel rijke uitspraken daar. Maar wij gaan, als dat mag, van u door. Want we hebben nu Esther Keimolen op de rol staan. Esther, dames en heren, is techniekfilosoof, verbonden aan de rechtenfaculteit. Is een auteur van een aantal boeken. Ook in Nederland zeer actief betrokken bij het debat rond digitalisering en kunstmatige intelligentie. En is ook een exponent van de nieuwe komende generatie. Esther, zo hoog ligt de lat. Ga eroverheen.
Ja, dankjewel Emiel voor deze mooie introductie. Ik voel me heel vereerd om vandaag hierbij te mogen zijn. En ik denk, nou ja, goed, we moesten zo daarnet even de discussie afbreken, maar ik denk dat we hem zo meteen gewoon weer op kunnen nemen. Want wat ik wil doen is eigenlijk kijken naar specifiek hoe technologie wordt ingezet in de coronacrisis. En we kunnen gelijk door naar de volgende slide. Want, nou ja, volgens mij, Emiel, jij had het daar net al even over en Ton ook. Hè, die belofte van die technologie om ons uit deze crisis te halen is natuurlijk enorm. We zien tal van initiatieven zich ontwikkelen om de problemen die we nu zien, om die de kop in te drukken. We hebben natuurlijk in Nederland het voorbeeld van onze app. De contact-app om zo snel mogelijk mensen te informeren wanneer ze mogelijkerwijs in contact zijn gekomen met iemand die besmet is. Maar er zijn ook nog wereldwijd andere voorbeelden van gezichtsherkenning, om mensen te identificeren die in contact zijn gekomen met mensen die besmet zijn, om snel te checken of of iedereen wel een mondkapje op heeft. Warmte, temperatuurmetingen op afstand, om zo te kijken of je wel gezond bent en een gebouw binnen mag. Enfin, de mogelijkheden zijn, zo lijkt het, eindeloos. En net zoals het heel, nou ja, misschien wel voor de hand liggend is, hè, dat we naar die technologie kijken om ons uit deze crisis te leiden. Net zo, ja, vanzelfsprekend zijn misschien ook wel de kritiek en de weerstand die we ook zien, hè, als het gaat om die technologie die we nu zo vlot ter hand nemen. En misschien ook wel voor een deel terecht. Hè? De angst dat we onze privacy te grabbel gooien. En dat we onszelf kwetsbaar maken voor cybercriminaliteit. Denk aan identiteitsdiefstal. Dus er zijn ook echt best wel terechte, denk ik, risico's en tegenwerpingen te maken. En we gaan naar de volgende slide. Gelukkig hebben we daar onze minister-president, die ons heel erg probeert te overtuigen en ook wil laten zien, hè, dat Nederland niet zomaar blindelings die technologie volgt. Hè, er zijn checks en balances. Natuurlijk moet het AVG, hè, privacy wetgeving proof zijn. Hij gooide er zelfs nog de mooie anekdote achteraan dat hij heus niet een nieuwe hobby aan het ontwikkelen is om elke Nederlander te gaan volgen via die app om te weten waar die uithangt. Dat boeit hem allemaal niet. Het gaat hem puur om het oplossen van die coronacrisis. Die technologie wordt alleen maar daarvoor ingezet. Nou is de vraag, zijn we er dan? He, als we gewoon zorgen, als Nederland we gewoon zorgen dat we goede technologie ontwikkelen, voldoende democratische waarborgen organiseren, zijn we er dan? Nou, je voelt hem al komen, dat is een retorische vraag die ik zelf al beantwoordde. Nee, ik denk niet. Volgende slide alsjeblieft. En zoals het gaat in tijden van crisis, dan keer je terug naar je klassiekers. En een van mijn favoriete politiek filosofen, als we dan toch boeken aanraden, zou ik zeggen, ga toch ook vooral Langdon Winner lezen. Die kan je gewoon downloaden op het internet. Ik denk legaal en anders, dan heb ik niks gezegd. Hij heeft een mooi hoofdstuk en boek geschreven waarin hij het heeft over, de titel van dat hoofdstuk is Do Artifacts Have Politics? En wat hij eigenlijk zegt daarin is van ja, we kunnen wel heel erg ons op de borst kloppen dat we die technologie goed kunnen ontwikkelen en goed onder controle kunnen houden. Maar eigenlijk is dat maar een heel beperkt perspectief op wat technologie eigenlijk vermag. We moeten eigenlijk ook zien, die technologie zelf heeft ook bepaalde kracht, politieke krachten als het ware, waar we oog voor moeten hebben. En dan gaan we naar de volgende slide. Ik probeer er een beetje vlot doorheen te gaan. Want wat zegt hij nou? Hij heeft heel veel mooie argumenten en hij laat hem heel veel voorbeelden zien hoe die technologie en politieke kracht heeft. En de eerste eigenlijk is dat je technologie zou kunnen inzetten als een soort van Trojaans paard. Dus dan verkondig je naar de bühne dat het is om de coronacrisis in te dammen, maar eigenlijk wil je bijvoorbeeld controle uitvoeren op de bevolking en je wil bepaalde vrijheden inperken. Nou, misschien zijn wij gezegend met Mark Rutte die dat niet doet. Maar je kan je voorstellen in andere landen, bijvoorbeeld wij weten in Polen is er een heel invasieve app ontwikkeld, in Rusland is er een heel invasieve app ontwikkeld. Daar zie je onder het mom van die coronacrisis wordt er eigenlijk een heel ander politiek programma ingevoerd. Nou, dat is nog redelijk induidig, dat kunnen we begrijpen. Al wat fluider wordt het eigenlijk als je denkt meer over de lange termijn. Hè? Dus we kunnen technologie nu wel inzetten om die
anderhalve meter samenleving of nieuw komen vorm te geven in het hier en nu. Maar die technologie heeft veel verdere impact dan wat wij nu kunnen voorzien. En het zou zomaar kunnen zijn dat als jullie over 5 of 10 jaar een nieuwe, laten we hopen niet online, avond organiseren, dat er een collega van de Tilburg Universiteit komt die vertelt hoe de coronacrisis het startpunt was voor onze complete digitalisering van onze gezondheidszorg. Niemand is daar nu mee bezig. Niemand voert nu apps of technologieën in om onze hele gezondheidszorg te digitaliseren. Maar dit zou zomaar het vertrekpunt kunnen zijn. Dus het is heel moeilijk om in te schatten wat de technologie die we nu invoeren, wat voor gevolgen dat heeft, of politieke gevolgen dat heeft, op de lange termijn. En we gaan door naar de volgende slide. Want, en dit vind ik zelf persoonlijk eigenlijk misschien wel het meest interessant, want kijk, die vorige voorbeelden, daarbij kan je nog denken, oké, maar daar zijn we zelf bij. Nou, dan kunnen we, als we daar goed oog voor hebben, kunnen we daar maatregelen op treffen. Maar Langdon Winner die zegt, nou ja, dat is allemaal mooi en aardig, maar technologieën kunnen ook een inherent politieke kracht hebben. En dat is interessant, want wat hij zegt is eigenlijk, ja, soms kies je voor een technologie. En die technologie die kan alleen maar functioneren als er een heel sociaal systeem, een heel politiek systeem omheen wordt ingericht. Ja. En geeft dan zelf het voorbeeld van de kerncentrale. Dat is een heel duidelijk voorbeeld. Wie een kerncentrale wil, die zal moeten opteren voor controlemechanismes, voor heel veel protocollen, voor heel veel veiligheid en heel duidelijke controlemiddelen. Je kan je bijna niet een andere insteek veronderstellen bij een kerncentrale, want het is heel duidelijk wat er op het spel staat. Een nucleaire ramp willen we niet, dus we focussen op een heel systeem daaromheen dat controle mogelijk maakt. Eigenlijk, ietsje minder duidelijk, maar toch als je erover nadenkt, zie je hetzelfde als het gaat bijvoorbeeld met die app. Hè? Contact tracing app. Wat je ziet gebeuren is, nou, die app kan alleen maar goed functioneren als we gebruik maken van het systeem dat Apple en Google nu voor ons speciaal aanzetten op de telefoon, updaten op de telefoon, om zeg maar die app te laten functioneren. Op zich kan je zeggen dat is een praktisch probleem, wat gelukkig hè, met hulp van deze bedrijven wordt opgelost. Op die manier kunnen we die app laten werken. Maar de fout is die we zouden kunnen maken is te denken dat het louter een praktisch probleem is. Het is niet louter een praktisch functioneel probleem voor de technologie. Nee, op deze manier zeggen we ja tegen een bepaalde organisatie van onze samenleving. We zeggen eigenlijk ja tegen een samenleving die partijen, zoals Google en Apple, een van de grootste techbedrijven gevestigd in Amerika, met totaal misschien wel tegenstrijdige belangen aan die van de Nederlandse rechtsstaat, die zetten we eigenlijk mee aan tafel en laten we op die manier eigenlijk mee beslissen over hoe we die maatschappij en hoe die technologie inrichten. Volgende slide. Nu klinkt het misschien hè, alsof ik heel erg tegen Apple en Google ben. Nou, ik werk op een Apple-computer, dat is helemaal niet zo. En Langdon Winner is ook helemaal niet tegen de inbreng van bedrijven, ook helemaal niet tegen technologie, maar wel tegen een soort van naïviteit als het gaat om technologie. We moeten ons, en dat is eigenlijk mijn oproep, we moeten ons veel meer bewust zijn van de levensduur en de impact die technologie maakt. Het gaat veel verder dan onze huidige coronacrisis. Het gaat absoluut over dat nieuw komen. Wat we nu doen, technologisch, zal bepalen, veel langer en veel invasiever dan we nu voor ogen hebben, hoe die maatschappij eruit komt te zien. We mogen ons niet voor de gek laten houden. Praktische problemen, als het gaat over technologie, zijn nooit louter praktische problemen. Daar zitten allerlei belangen, allerlei politieke aspecten. En die moeten we durven benoemen en die moeten we durven bediscussiëren. We moeten vrienden zijn van technologie, maar we moeten kritische vrienden zijn van technologie. Dus dat zou mijn oproep zijn, en dat is ook de oproep die ik maak in het boek, is laten we kritisch zijn en laten we verder kijken dan deze crisis als het gaat om technologie. Die technologie blijft bij ons, blijft in onze nieuwkomers en zal mede bepalen hoe die eruit ziet. Maar de keuzes maken we vandaag. Einde verhaal, einde oproep. Ik kan je niet horen, Emiel. Ik denk dat je... Ja. Ja, ik blijf mij vast lekker uitgedonderd door de leiding. Dat was een goed idee. Ik wou aan Laura vragen wat wij uit de chat halen.
Er zijn allerlei mensen die reageren op dit verhaal. Voor degenen die hun bijdrage willen even bij het microfoon willen toelichten, die nodig ik uit. Ja, ik zie hier Christine, denk ik. Het is afgekort in de chat. Excuus als ik het fout uitspreek of andere. Daar wordt heel Napoleon erbij gehaald en dat ziet er wel goed uit hoor. Is er iemand die Christine heet en die dit wil toelichten? Zo te zien lukt dat niet. Jammer. Dan bewaren we dat even. Ik kijk nog heel even in, bij de handjes. Er zijn ook even geen handjes. De vrienden worden langzaam moe, denk ik. Maar dat gaan we niet toestaan. Want we gaan even Esther opnieuw bedanken voor die geweldige bijdrage. En dan gaan we naar Martijn, dames en heren, voor de laatste bijdrage. Martijn is verbonden aan de rechterfaculteit en hoogleraar regionaal recht en bestuur. Ook zeer actief betrokken bij het nationale debat. En het leuke van Martijns verhaal is dat hij het terugbrengt naar de regionale overheden en de rol daarvan. Martijn, mag ik jou vragen om het woord te nemen? Dank Emiel. En dank aan iedereen die nog is ingezoomd. Zo op het eind van deze dag. Ik zal het proberen terug te brengen tot de essentie, het lokale. En ik heb mijn titel, ik ben wat voorzichtig in mijn titel, hè, hoe de COVID-crisis kan leiden tot een herwaardering van het lokale. Zo ben ik van nature, maar ook omdat, ik refereer even naar een voorbeeld. Nixon kwam in 1972, ging hij op bezoek in China. Vroeg daar aan de toenmalige Chinese premier, die een kenner was van de Europese geschiedenis. En wat zie jij nu als de belangrijkste impact van de Franse revolutie, mind you, hè, twee eeuwen daarvoor, op de westerse beschaving? Toen zei de Chinese premier, het was nog veel te vroeg om nu iets over te zeggen. Dus ik ben wat voorzichtig omdat we hier kunnen, voor een deel kunnen speculeren en ik denk ook na kunnen denken over. Maar hoe dit zal uitpakken, we hebben daar voor een deel invloed op, maar voor een deel. Ik begin bij globalisering. De krantenkoppen spreken daar ook wel over het einde van de globalisering. Coronavirus is killing globalization. Veel gehoord, hè? Die verspreiding van het coronavirus laat maar nog maar weer eens zien hoe kwetsbaar we zijn als samenleving, als economie. Toch zou mijn punt zijn dat, ik geef al meteen maar even mijn argument hier en daarna wil ik het graag wat uitwerken. Het is helemaal niet zo duidelijk dat die crisis leidt tot een proces van deglobalisering. Ligt wel voor de hand dat het proces van wat ik noem lokalisering zal versnellen. Maar dat is een proces wat al langer gaande is. Dat is ook vooral een proces wat sterk gekoppeld is aan globalisering, eigenlijk onderdeel van globalisering is en niet zozeer een tegenovergestelde daarvan. En dat zien we in zowel de old common als het nieuwe common. Wat die COVID-19 crisis ons wel laat zien, is dat het voortdurende belang van het lokale. En ik denk ook, om ook maar even aan te haken op wat Ronald zei, de kansen voor een nieuwe, nieuwe vorm van wat ik wil noemen glocalisering. Laat me dit wat toelichten. En daarvoor beginnen we ook bij mij, in mijn geval met een auteur, Manuel Castells, een socioloog, die al ver voordat iedereen überhaupt nog maar iets wist over ICT's, schreef over de impact van ICT's op de samenleving. Het is een boek over The Rise of the Network Society. En hij verwijst daar naar het normaal worden van wat hij noemde global flows. Dus die mondiale stromen van verkeersstromen, maar ook steeds meer data vandaag de dag. En het steeds complexer worden van de samenleving, het steeds nauwer verbonden worden van de samenleving, ook via ICT's. En eigenlijk, wat hij
hij ook zich op richt, is die digitale connectiviteit. Echt in plaats van geografische nabijheid. Doet er niet meer toe, grenzen doen er niet meer toe, landen doen er niet meer toe. Steeds nauwere verbondenheid. Wat we tegelijkertijd zien, en ik moet daarbij zeggen, steeds nauwere verbondenheid in positieve zin en in negatieve zin. Dus het laat ons zien hoe kwetsbaar we zijn. De vorige financiële crisis heeft in 2008 ons laten zien hoe sterk die economische verbondenheid is en hoe kwetsbaar die ons maakt. De huidige crisis laat dat wederom zien. Dus die global space of flows, die is er en die zal er blijven zijn. Wat we keer op keer ook zien, en keer op keer blijkt, de wereld is niet in één keer plaatsloos. Plaatsen doen ertoe. Ruimtelijk gezien zijn het nog steeds concrete plekken waar we onze identiteit aan ontlenen, waar we mee verbonden zijn, waar gemeenschappen zich vormen. Dat is waar we ons dagelijks leven leiden. En die ook in het kader van de huidige crisis, waar die crisis zich ontvouwt. En waar ook belangrijke verschillen zich voordoen. Kijk hier een foto van São Paulo, die een groot aantal, een excessief groot aantal van nieuwe graven daar delft voor de COVID-slachtoffers. Steden en waar we de crisis zien ontvouwen. En dus mag er wel digitale connectiviteit zijn, maar die geografie, plaats, ruimte doet er nog steeds toe. En dat zien we ook in het geval van COVID. Waar is het begonnen? Het is heel lokaal begonnen in Wuhan, maar het heeft zich verplaatst, versterkt via de kanalen internationaal, nationaal, waarmee Wuhan in verbinding stond. En ook al lijken tijdens die acute crisisfase, het lijkt een soort terugkeer te zijn naar de territoriale staat, met het plaatje van die persconferentie zojuist, de minister-president in control. We zien dat die stedelijke regio, dat die juist ook meer aan belang wint. Daar begon het. Voor de persconferenties van Rutte was er een persconferentie met de burgemeester van Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Want het begon vooral in Nederland heel lokaal, hier in de Brabantse regio. En zo zien we dat het nu ook weer heel lokaal wordt. Met de maatregelen per 1 juli of het versoepelen van de maatregelen komt er weer heel veel, steeds meer lokaal ook te liggen. En zullen de lokale bestuurders, besluitvormers beslissingen moeten nemen. En dat zullen gedifferentieerde beslissingen moeten zijn. Verschillend beleid, omdat nu eenmaal, en dit is een plaatje van alweer enige tijd geleden, met waar, hoe donkerder slachtoffers in het ziekenhuis. Dat noopt dus tot uiteenlopende aanpakken in het noorden. Kun je wat anders doen, moet je wat anders doen dan elders in het land wellicht. En zelfs in zo'n klein land als Nederland. Dus de behoefte aan een gedifferentieerde reactie, lokaal, regionaal. Die meteen natuurlijk weer allerlei vragen oproept, want dat kan dan leiden tot verschillen. En hoe legitiem of hoe legaal zijn die maar ik denk dat als deze crisis iets laat zien, is het belang van het lokale en het regionale. En het belang ook van uiteindelijk ook maatwerk. En dat zien we veel breder, zien we zich ook al ontwikkelen als het gaat over, we kennen bijvoorbeeld regio deals, waar de Brabantse regio er één van heeft. Die bij uitstek uitgaan van een regionale opgave gedifferentieerd aanpakken. En dat brengt mij bij het punt van waar het wat mij betreft hier om gaat. Dus die combinatie van aan de ene kant globalisering, het proces van standaardisering, opschaling, en aan de andere kant het proces, de vraag naar maatwerkoplossingen en aanpassen aan lokale omstandigheden. En ik had hier een plaatje van de Mac Croquette, dit is de business variant ervan. De world famous local taste, dus het combineren van een mondiaal product met lokale smaak, of als je dit smaak zou willen noemen dan. Zo zie je dit ook in het beleid zich ontwikkelen, niet alleen in termen van die COVID-crisis, maar dat zien we ook al veel breder. Ton refereerde eerder aan brede welvaart en het invulling geven daarvan. Dat gebeurt in toenemende mate ook lokaal en regionaal.
En daar spelen regio's een belangrijke rol. En in Europa ook veel, veel grotere en belangrijkere rol dan landen eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Dus het lokale als onderdeel van het mondiale, glocalisering, glocaliteit, vreselijke term. En het verbinden van regio's en plaatsen met elkaar. En dat zal de uitdaging worden, dat zien we gebeuren. En soms is het een noodzaak, in Amerika is het een noodzaak, waar de federale overheid het laat afweten. In Europa de commissie stuurt hier juist op aan, regio's met elkaar verbinden, niet zozeer die landen, daar wil men het liefst omheen werken. Regio's, steden met elkaar verbinden, en zo zie je ook dat de Green Deal en allerlei andere strategieën zich juist ook op die regio's, plaatsen verbinden met elkaar. Tot slot, hoe anders is dit nu? Nou, ik denk dat er is een voortdurend samengaan van globalisering en lokalisering, ook in tijden van die COVID-19-crisis. Ik denk dat het globaliseringsbegrip wel belangrijker wordt. We zien een versnelling, of het een revolutie is, laat ik even in het midden. Maar ik denk dat die vooral ook kansen biedt voor een nieuwe vorm van globalisering. Waarbij we lokale levens leiden, maar wel bewust zijn van dat we dat doen in een mondiaal perspectief. En daar komt duurzaamheid natuurlijk weer om de hoek kijken. Dus dat is wat anders dan voorheen, voor het minst of gering een vliegtuig pakken en daarmee ons heel erg cosmopolitan voelen. Het is helemaal niet erg om local te zijn. Dat is een beetje weggezet als iets voor het volk en de intellectuele elite, dat zijn de cosmopolitans. En dat betekent dan dat die voor minst of gering in de vliegtuig stappen. Nee, ik denk dat we zouden kunnen gaan naar nieuwe kansen voor nieuw soort glocalisering. Dus lokale levens zoals we die voor een deel nu leven. En die blijken toch ook best waardevol te zijn. Maar wel binnen een soort mondiale bewustzijn. Tot zover. Dankjewel. Er is nog, denk ik, in kort tijd, want wij wilden graag om 6 uur afsluiten. Dat hebben wij met Wouter afgesproken. En de macroket geeft daar ook al aanleiding toe. Ik heb Christine gevonden. En wij kunnen haar unmuten als zij dat toestaat. Christine, want je had ook weer een heel mooi betoog in de chat. Zou jij toch iets met ons willen delen, alsjeblieft? Ik denk dat de microfoon van... Ja. Oh, sorry, dat ben jij, Nina. Ik was al enthousiast, maar ja. Ik zie het niet werken inderdaad. Hè. We hebben er in de uitzending, maar het lukt aan haar kant, denk ik niet. Dat spijt me. Dan ga ik Tim uitdagen om iets te zeggen over het feit dat hij Mac Croquet een slechte metafoor vindt. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje een schrikbeeld, denk ik. Want dan neem je volgens mij het slechtste van twee werelden bij elkaar. En dat is wel iets, denk ik, waar we in algemene zin voor moeten opletten. Dat als je globalisering en lokalisering samenneemt, dat het kan gebeuren dat je dus met een soort Frankenstein-monster blijft zitten. Dus wat dat betreft vind ik het wel interessant, want we hebben het steeds over wat moet het bedrijfsleven doen, wat moet de overheid doen. Maar je hebt natuurlijk ook nog zoiets als de commons. Hè? Dat sluit ook wel aan bij dat idee wat Ton heeft. Van misschien valt daar ook iets over te zeggen. Hè? Dat we vanuit de commons, vanuit de gemeenschap, eindelijk eens de macht kunnen grijpen. Omdat we misschien zien dat de markt toch niet doet wat het helemaal doet. Hè? Dat als het misgaat, dan moet meestal de overheid weer de shit opdweilen, zal ik maar zeggen. Dus valt daar misschien vanuit Ton bijvoorbeeld iets over te zeggen? Of de commons, de gemeenschappen nu eens meer de macht kunnen nemen? Ton is er voor mij weer, maar ik kan die vraag oppakken. Ja, heel graag. Ga je gang. Ja, nou ja, goed. Ik heb in de poging om mijn verhaal wat in te korten niet verwezen naar al die lokale maatschappelijke initiatieven die worden ontplooid in COVID-19 tijden. Dus ik denk juist dat wat deze tijd laat zien is dat, en dat is misschien wat anders en minder geforceerd en kunstmatig dan wat we noemen de participatiemaatschappij, dat we juist zien dat lokale initiatieven welvaren bij, ook nut, of de noodzaak die zich nu voordoet.
En juist ook in combinatie. En dat was een beetje mijn eerdere punt in de chat ook. Toen Emiel verwees naar, ja, koop je boeken bij bol.com. Je kunt daar heel mooi online en het digitale en het mondiale met het lokale verweven. Dus ja, je koopt je boeken wel gewoon bij je lokale boekhandel, maar online. Hè? Dus de combinatie van beide. En het is, en er hoeft dan helemaal geen grote center voor van bol.com vooruit de grond worden gestampt ergens hier in de regio. Hè? Met weinig toegevoegde waarde. Daar is gewoon je lokale boekhandel en wat dat betreft dan in ieder geval het beste van een wereld, kun je dan het beste van een andere wereld, die online wereld waarin we werken, verenigen. Dus ik denk dat je ziet dat er heel veel lokale initiatieven zijn. Tegelijkertijd laat het ook zien dat die wereld burger als zodanig niet direct bestaat, want ook als mensen online met elkaar in gesprek gaan, doen ze dat vaak toch ook weer rondom het lokale blijkt. Hè? Dus ook als je, en met die restaurants is precies hetzelfde. Hè? Je bestelt wat bij het restaurant om de hoek via de app die er dan weer snel gemaakt is. Maar het blijft toch ook, mensen blijven in op wat uitzonderingen na lokaal opereren wat dat betreft. Dus dat even in reactie. Dankjewel. Dan denk ik, Wouter, dat wij gaan afronden. En ik hoop dat ik namens ons team spreek, dat wij het heel op prijs hebben gesteld dat wij op jullie podium mochten acteren. Om eens te oefenen van hoe vinden wij dat. En ik heb er persoonlijk van genoten, maar dat is niet relevant voor de beleveniswereld van jouw vrienden. Ik zou graag willen afsluiten nogmaals met een dankwoord aan jullie. En ook het feit dat er zoveel in de call zijn gebleven. En het woord is aan jou, Wouter, ter afsluiting. Heel veel dank aan jullie. Het is echt, ik vind het een voorrecht dat wij op deze manier zo dichtbij, toch in het nieuwe normaal, het is toch wonderlijk hoe goed dat werkt, van jullie nieuwe inzichten kennis hebben mogen nemen. Ik zie ontzettend uit naar het boek dat hier uitpollert. Dat komt in september, begreep ik. Ik moet ook beloven, geloof ik, als ik de chat zie, dat ik dat niet haal bij bol.com. Terwijl ik een broer heb die daar vrolijk werkt. Maar ik heb de lokale boekhandel of de universiteitsboekhandel. Ik zal het zijn. En jullie mogen uitzien naar het borrelpakket. Want ik vind het echt zeer bijzonder. En wat mij betreft zien we hier de universiteit op zijn best. Want ik denk echt dat onze universiteit zo geweldig gepositioneerd is om de nieuwe waarden voor de nieuwe tijd te helpen definiëren. En ik denk dat ook een van de dimensies is die ons als vrienden enorm bindt. Bindt met elkaar, maar ook met de universiteit. En dit smaakt naar veel meer. Het doet je bijna niet meer terugverlangen naar het oude normaal. Hoewel ik jullie nu graag een hand had willen geven om te bedanken. Maar bij deze, op deze manier. Geweldig dat we zo binnen de tijd zijn gebleven. Ik denk dat dat ook belangrijk is in het managen van verwachtingen. Geweldig bedankt aan de vrienden. Ik hoop dat iedereen nog niet zijn borrelpakket op heeft. En als je dat wel hebt gedaan in je eentje, dan zegt dat ook wat over het nieuwe normaal. Allemaal een goede zomer en wij zien elkaar daarna weer terug. Hartelijk dank. Dankjewel. Dankjewel. Hartelijk dank voor de interessante lezingen. Dankjewel. Dankjewel. Goedenavond. Goedenavond. Dag. Heel erg bedankt. Super, heel mooi. Hartelijk dank. Zet aan tot denken. Heel mooi, dankjewel. Nina, kun jij de laatste gasten in de lobby begeleiden?